Linden is een heerlijk dorp. 275 mensen en we doen heel veel dingen samen. Ja, en iedereen ons kent ons. Het is echt typisch Brabants. De inwoners van Linden zijn bang om die sfeer van een klein dorp kwijt te raken. Het plaatsje telt nu 105 woningen. In de buurt liggen al twee vakantieparken. Europarks met 135 huisjes en Camping het Loo met 60 huisjes en een camping. Daar zou nu Dommelsvoort van Topparken bij komen. 550 huisjes en 400 ligplaatsen op de jachthaven. Als je kijkt recht achter mij, het witte bruggetje, 50 meter verderop, waar de surfplanken staan, gaan. Tot en met aan het eind het oranje dak. De impact, met name zeg maar op onze kleine dorpsgemeenschap, is gigantisch. En daar zijn we angstig voor. Het is nu zomers ook al druk rondom Linden. De Kraaienbergse plassen worden goed gevonden door recreanten. Die laten op deze plek hun bootje in het water. Hier in de zomer staat het helemaal vol. Dan zijn er gewoon wachttijden van 2,5 uur voor de botenhelling. Dan is zowel 's ochtends je bootje erin leggen als 's avonds eruit halen. En dat moet allemaal dwars door Linden? Dat moet dwars door Linden. Daar hebben we heel veel last van, want Linden is een typisch dorp zonder stoepen. Kinderen spelen normaal gesproken op straat. Je hebt fietsverkeer. Ja, het is wachten op een keer misgaan. En als nou dat hele vakantiepark er nou zo komt, hè, blijft u dan nog fijn in Linden wonen? Jazekers. Ik hoop alleen dat we het vakantiepark zo kunnen bijsturen dat het ook fijn blijft.